U heeft ongetwijfeld, net als ik, in de afgelopen 24 uur genoten van het nieuws voor de toekenning van de Nobelprijs 2016 voor scheikunde aan hoogleraar Ben Veringa, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. Mijn naam is Ernst Kuipers, ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en ik wil allereerst de heer Veringa en de Universiteit Groningen zeer feliciteren met dit prachtige resultaat. En daarbij wil ik ook graag benoemen en pleiten voor het belang van fundamentele research. We zijn tegenwoordig te veel geneigd om aan onderzoekers te vragen bij het toekennen van een subsidie of bij het presenteren van resultaten. En wat betekent dat in de dagelijkse praktijk, in onze samenleving, binnen een jaar of binnen 2 jaar? Het is belangrijk om te begrijpen, en het onderzoek van Veringa toont dat eens te meer, en we hebben vele voorbeelden uit het verleden, dat het zo niet werkt. Er zit vaak vele tientallen jaren tussen een eerste idee, de eerste ontwikkelingen en de uiteindelijke implementatie in onze dagelijkse praktijk. U hoeft maar terug te kijken naar de eerste ontwikkeling van computers. Iets waar we nu absoluut niet zonder kunnen. U, net als ik, geniet iedere dag van onze laptop, onze tablet, onze desktop. En we zouden ons werk en ook ons privé niet meer op dezelfde manier kunnen doen zonder dat. Maar realiseer ons zelden dat het gebaseerd is op eerste ontdekkingen van vele tientallen jaren geleden. We zijn op dit moment geneigd om sterk te reduceren, zeker in Nederland, op financiering van dat onderzoek en eigenlijk alleen nog maar geïnteresseerd te zijn in de echte korte termijnblik. Het is buitengewoon onverstandig en ik denk dat de toekenning van een Nobelprijs voor dergelijk fundamenteel onderzoek maar eens te meer aantoont dat we wat dat betreft het roer echt om moeten gooien. Dank u wel voor uw aandacht.